Duke de Bob, Kevin Dollevoet, Rens Vermeulen, Camille Beumer, Cheyenne de Vos, Kino waarschijnlijk pas de wereld zien, Dijsselbloem. Zijn vertrokken voor de B-finale hier bij de boys van 14 jaar, waar we ondertussen alweer beland zijn. Is het daar schouder aan schouder met Dollevoet en de Bob die daar mooi 1 en 2 gaan. Kino van Schijndel op die derde positie, achtervolgd door de man van de deurtrappers, Rens Vermeulen. Vooralsnog is het Dollevoet die hier de sterkste lijkt te zijn in deze B-finale. En is het de Bob die de aanval in moet gaan zetten om dat eentje over te gaan nemen van dat tweetje. Het eentje is nog steeds voor Dollevoet, het tweetje is nog steeds voor de Bob. Wat gaat daar gebeuren? We gaan kijken. Kan hij nog dichterbij komen of gaat het niet lukken? Is de winst dan toch voor Dollevoet? Ja, de winst gaat naar Dollevoet.